Maar goed, deze is de langzame sapper. En eigenlijk eet hij het al bijna vanzelf op. En de sap begint er al gelijk uit te komen. Dus hier komt het sap door een zeefje. En hier komen straks de pulpjes uit. We zullen kijken of we er nu iets lekkers van kunnen maken, zodat we iedereen een beetje kunnen geven. Iemand heeft vanochtend ook muur geplukt. Dat zal ik er ook doorheen doen. Maar wat is nu, het is met deze, dat is een sapcentrifuge, of niet? Dit is een gewone sapcentrifuge. Een centrifuge gaat in de rond en die gaat snel. Die draait snel en deze is een langzaam sapper. Ja, en deze wringt, hè? Die andere centrifugeert. Ja, dus tenminste, hier... die Philips weer die centrifugeert. Dat is weer anders dan de blender. En deze wringt het. Vringt het uit. Maar je kan met de 1 liter bijvoorbeeld appelsap. Moet je met nee, dat kan allemaal. Je kan alles met alles. Behalve gras kun je er niet. Ja, gras gaat niet goed in die Philips. Dat komt er heel maar goed uit. Maar als je bijvoorbeeld die Vita 5, daar kun je ook appelsap. Ja, een beetje Hollanda beter. Dat is echt ja. Kijk, ik kan niet alles aanschaffen. Nee. En die tarwe, de gras vind ik wel erg lekker. Ja. Dan zit je niet in. Nou, je bent het goedkoopste uit met die. Ja. Maar in die is een, dat zal ik even laten zien. Duurt dit weer wat lang. Dus dit is eigenlijk weer voor als je een beetje geduld hebt. Ja. Dit kost ook iets meer kracht. En de eerste keer dat ik hem, toen ik hem net had, had ik nog heel weinig tijd. Dacht ik, nou doe er gauw even een appel door. En toen werd ik heel verdrietig. Toen wist ik niet dat de appel net het lastigste was. Want die maakte een soort appelmoes ervan. Dus dat, er kwam niet zoveel sap af. En dat vond ik een beetje teleurstellend eigenlijk. Waar is mijn mesje? De kwaliteit van sap is toch beter voor zo'n... Ja, langzamer is eigenlijk beter. Hoewel we wel gemerkt hebben... Het wringen is beter dan het... Dick had het om mee naar school te nemen. En hij zag dat zijn sap uit de blender... Dat werd al... bruiner gedurende de dag. En dat zou met deze beter moeten zijn, maar dat was toch ook weer niet helemaal het geval. Dus het gaat toch sowieso om kleur, wat je ook doet. Ja, je moet het gewoon meteen opdrinken. Goed, deze doet het dus ook. En als je zegt, ik heb er niet zoveel geld voor over, en dat, of ik heb het gewoon niet, nou, dat was bij mij het geval, dus heb ik deze gekocht. Nou, dan kan je hier al heel veel mee doen. Nee. Ja, ik kom zo. Nou goed, je kunt zien hoe het werkt. Het gaat wat zwaarder dan het gras, hè, wat ik net deed. En deze, we hebben nou gras en een paar appels. En dan kan je zien dat natuurlijk veel minder kracht kost. Ik vind het leuke van deze dat hij zo eenvoudig van constructie is. Zo kun je allemaal eten. Wat? Zo kun je allemaal even opeten. Dat kan je ook opeten, alleen ik weet zelf niet zo goed. Je kunt er iets lekkers van maken. Ik heb er wel eens sla-dressing bij gedaan en brood gesmeerd. Dat vind ik wel lekker. Sla-dressing? Okay. Ja. Het hangt er vanaf wat je wilt bereiken als je sap wil, want je wil je systeem niet belasten. En dan moet je het natuurlijk niet daarna gelijk wel. Dan kan je ook je wortels raspen. Als je het toch op eet, kan je ook je wortels raspen. Ja. Nou, dan is de proef op de som is hoe droog je pulp is. Dus deze is heel erg droog, deze is iets natter. En als ik een hele natte groente heb en ik vind het te veel wat hier over is, dan doe ik hem ook nog een keer doorheen of ik doe hem ook door het zakje heen. Dus je kan in feite, kan je dit... Hierin. Het lijkt me wel leuk om in die Philips sap te maken en dan kan je dat pulp nog weer door die Vita 5 gooien. Zou dat werken? En dan kijken of er nog meer uitkomt. Ja. Ben ik heel benieuwd naar. Nou, dit is de proef. En eigenlijk kun je zien dat er niks meer in zit.